Wat zie jij, gasten? Voorzichtig, hè? Laat daar niet vallen, hè? Of we mogen weer van zero beginnen, hè? Voilà, nog een knopje zien. Voilà. Zet maar neer. Voorzichtig, hè? Dat is heel fragiel, hè? Oh. Gaat het? Ja. Dank je wel, jongens. Heel vriendelijk. Dank je, dank je. Ja. Zullen we straks wel eentje trakteren, hè? Ja. Merci, hè? Ah, kijk, Paulientje is hier ook al, zie. Ik heb je toch gezegd, hè, dat de bediening hier perfect was? Zeg, je mocht die twee gasten ook iets geven voor madame Marianne. Ah ja, dat zal ik doen. Marianne, tof dat jij er eens langskomt. Ja, ja, hè. Is Femke Neel niet aan? Nee, die is een paar uurtjes weg. Wat willen jullie drinken? Twee spuitwatertjes. Ja, te raar, ja. Voor een keer om de bloemetjes buiten zetten. Twee slurfjes, alstublieft. Ja. Zie, staat die muziek hier altijd zo luid? Huh? Is mij nog niet opgevallen? Moet ik vragen om het een beetje stiller te zetten? Nee, laat maar. Och, Eddie, ik was eigenlijk liever direct naar huis gegaan. Ja, om wat te doen? Om een beetje Turkus te rijden rond uw tafel? Om de muren op te lopen? Of om in de bed te leggen en uw kop te breken, zeker? Nee. Hier kunt u tenminste een keer lostrekken, hè? Het was van doen ook, hè, zeg. Meest lieve deugd, wat voor een cinema was dat, zeg. Oh, Rosa. Och, het is en blijft de serpent. De dochter heet van die verre, hè? Zijn moeder, zijn dochter. Ik heb het haar gezegd. Ah, goed van u, de nagel op de kop. De slurfkes. Merci, hè. Allee, hè. Als je een paar slokken van dat bierbeen net, hè, dan gaat hier overal roze olifantjes zien. Santé.